het groene kan. En dat is vlak bij Utrecht. Ah, dat valt wel mee. Dat mag ik niet doorvertellen. Dat is best vaak waar van Utrecht. Het groene kan met een groen jasje. Last but not least, Thor van der Wielen! En dan natuurlijk, want we zijn natuurlijk hartstikke blij. Dus bij betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat de vrouw met de groene jas uit groene kan. In de groene jas uit Utrecht! Joehoe! Voorbereid hoor. Ik had het helemaal niet verwacht, maar ik heb 10 jaar geleden dit boek geschreven. Het heeft jaren in de kast gelegen. Ik ben 10 keer afgewezen door uitgevers. Een paar jaar geleden zit ik per ongeluk met een uitgever te praten die ik om een hele andere reden sprak en vraag van: goh, geef je ook tienerromans uit? Hij zegt: nou ja, lever maar in je verhaal. Ik lever het in, ik moest het nog een keer herschrijven. En kijk eens. Kijk. Er is nergens een recensie verschenen, maar... Yes! Maak maar even een goede foto!